Goed. Mensen, iedereen zal binnen gaan lopen. Ik zie de meter al oplopen. Ontzettend welkom op deze dag waar blijkbaar de grootste file van dit jaar weer staat. Waar het weer slecht is en waar we allemaal heerlijk vanuit onze eigen thuisstudio's of kantoorstudio's met elkaar een uur over werk en werkgelegenheid gaan praten. Ik ben Guido van Nisbeek. Ik mag vanmiddag jullie sessie hier modereren over dit mooie onderwerp. En ik zal heel kort even vertellen wat we allemaal gaan doen met elkaar. Na mijn korte introductie, waar ik even wat huishoudelijke regels met jullie doorneem, krijgen we de oervader van de publieke zaak, Mickey Huibrechtsen, die nog een keer neer gaat zetten hoe het stuk meer wel, waar het meer werk uit voorkomt, past in het geheel. Vervolgens krijgen we een aantal oplossingen en uitdagingen die we gezien hebben in het werkzame leven, gepresenteerd door John Nunnally en Jan Prins. En vervolgens gaan we een aantal van die oplossingen bediscussiëren met een enorm mooi panel bestaande uit Melek Oesta, Helene Mees en Eline Verhek. En misschien wel bijzonder voor mensen om te weten, we maakten net een grap over files in Nederland, maar Eline sluit helemaal aan uit Suriname. Dus die had het zeg maar, met deze files helemaal niet gered. Daarna hebben we een gesprek met alle deelnemers en jullie kunnen je vragen doen. En dan sluiten we op het eind af met Joan, Jan en Mickey nog even. Even kort wat huishoudelijke mededelingen. De salon wordt opgenomen en zal ook worden gedeeld. En jullie kunnen, als je dat wil, ook de opnames krijgen en zelf delen. Hou er dan wel rekening mee dat als je iets zegt dat je bijvoorbeeld aangeeft, als je dat belangrijk vindt en later in het gesprek, of je dat uit je persoonlijke doet of vanuit een organisatie. Want zoals jullie snappen, als het wordt opgenomen zijn er geen Chatham House rules. Want je bent gewoon in beeld. Als je vragen hebt, bouw die even op en zet ze in de Q&A. Dat is een paneltje wat jullie kunnen zien onder in de Zoom link. En geef ook even aan waar die aan wie die vraag gericht is. En dan op het eind van de sessie roep ik jullie dan op en promoot ik je tot panelist, zodat je die vraag zelf kunt stellen. De chat is vrij voor onderlinge communicatie. Dus daar zal ik ook niet te veel naar kijken. Dus als je vragen hebt, echt in de Q&A. Verder kun je natuurlijk gewoon daar alles inzetten. En de oproep is om, als je samen iets wilt doen op het gebied van werk en werkgelegenheid met ons of met elkaar, mail je gedachten naar info@publiekezaak.nl, maar daar komen we daar op terug. Maar we gaan nu echt beginnen aan de belangrijke onderdelen van deze sessie. En ik wil graag iedereen behalve Mickey nu vragen vanuit de panelist om hun video en audio uit te zetten. Zodat alle aandacht gaat naar Mickey Huibrechtsen, die een introductie gaat doen over het derde boek uit de serie van de publieke zaak Meer Wel. Mickey, mag ik jou het woord geven? En als jij naar de volgende slide wil dadelijk, dan hoef je alleen maar te zeggen volgende slide en ik let erop. Ik heb dus enige tijd geleden de publieke zaak opgericht vanuit de overtuiging dat het veel beter kan in dit land. Ons doel, de volgende slide, als publieke zaak is om... Ik zie de slide aan de buitenkant, pardon. Nou, van harte welkom, sorry heren. Ons doel is, en dat is de volgende slide. Guido, kan je mij vertellen of die opstaat? Ja, daar is die. Dat is een land dat ontdaan is van vooroordelen. Met respect en waardering voor elkaar en voortdurend op zoek op hoe naar het beter kan. U zult in ons betoog de nodige kritische opmerkingen tegenkomen over wat er in Nederland gebeurt. Maar laat ik bij voorbaat zeggen dat in mijn ogen Nederland een van de mooiste democratieën onder alle ontwikkelde landen is. Dus het gaat niet over een klaagzang hier over hoe slecht het allemaal is. Maar het gaat over een hymne of een fanfare over hoe beter het kan. En dat moeten we samen doen. En dat is het kern van dit hele verhaal. Samen doen. Nou, wat is onze conclusie naar aanleiding van de 16 teams die aan dit boek gewerkt hebben, waarvan werken er één is? Die kan je in het glas half vol en het glas half leeg, volgende slide, samenvatten. Namelijk dat het bouwwerk van de staat is vermolmd.
Dat is een hele negatieve visie. En als daar iemand verantwoordelijk voor is, dan is dat, zijn we dat allemaal. Dus de neiging, ik zat gisteren naast het hoofd van de NPO en die voelde zich aangevallen dat de media het allemaal gedaan had. En ik heb proberen uit te leggen, nee, niet de media. Iedereen heeft verantwoordelijkheid voor hoe dit land functioneert. Dus we kunnen het ook alleen met z'n allen beter maken. Het positieve versie van het verhaal is van het kan allemaal veel beter en samen kunnen we met veel plezier daaraan beginnen. En dat is onze ambitie. 16 hoofdstukken dus, 16 thema's. Daaruit heb ik geprobeerd een aantal gemeenschappelijke thema's te destilleren. En ik zal ze niet geheel doornemen, hoewel ik dat met liefde doe, maar ik zal er een paar uithalen. Volgende slide graag. En de thema's die ik er in het bijzonder uit wil halen is bijvoorbeeld de menselijke maat. En dat geldt natuurlijk bij werken in het bijzonder, dat we hebben eigenlijk veel te grote organisaties die de menselijke maat verloren hebben. Dat geldt voor de overheid, maar het geldt ook voor een heleboel ondernemingen. En ik ben bijvoorbeeld zelf vandaag hard bezig om contact te krijgen met Microsoft en American Express. En geen van beide lukt, want er zitten geen mensen meer. Het best kan ik daar na een half uur chat. Dus ook qua werk is de menselijke maat belangrijk dat we daar rekening mee houden en dat we daar iets mee doen. Een ander thema wat onder aan de balk staat is ontschotten. En dat vond ik wel heel interessant in het kader van ook het werken. Want we hebben de neiging om alles in vakjes te plaatsen. En een van de dingen, een van de thema's die bij de groep werken naar voren is gekomen, dat er eigenlijk geen onderscheid moet zijn tussen onbetaald werken, onderbetaald werken of betaald werken. Want het is allemaal in principe deelnemen aan de maatschappij. En een moeder die haar kinderen fantastisch opvoedt en verzorgt en liefde biedt, kan minstens evenveel waard zijn of wellicht veel meer waard dan iemand die een prachtig salaris verdient op een kantoor. Dus dat onderscheid, en dat onderscheid hebben we niet alleen daar, maar dat hebben we in leeftijdscategorieën, et cetera. Dat moeten we weer weghalen en integreren tot één concept. Namelijk, en dat is de volgende slide, het alles bij elkaar brengen, het leven. Alles is deelnemen aan het leven. En daar moeten we ons met enthousiasme en inzet en vertrouwen in elkaar en samenwerkend een erkenning bieden voor mensen die iets goeds doen, naartoe worstelen. En dat is het thema van vandaag. Dus ik sluit af met, hopelijk binnen de tijd dit keer, met de trilogie waar dit het toppunt van is. Als we die op elkaar leggen, is meer wel, is eigenlijk het ultieme product van de Vereniging de Publieke Zaak, waarin we een herinrichting van Nederland hopelijk inspireren en jullie bijdragen, onafhankelijk, is daar enorm belangrijk bij. Dat is wat ik te zeggen had. Mickey, dankjewel. Je bent ruim binnen de tijd. En ik denk de vraag die natuurlijk bij een deel van het publiek zal leven is, kun je nog even heel kort meer waarde, meer wij als basis voor meer wel meegeven aan ons? Ja, elk van deze boeken had een thema. Meer waarde ging over de rol van de onderneming, grote onderneming, in de maatschappij van de toekomst. Daar is vooral, daar staat een stuk of 30 hoofdstukken in, vooral geschreven door CEO's van grote ondernemingen, die ik hoopte op die manier te inspireren om wat meer zichtbaarheid te geven aan het feit dat grote ondernemingen in feite maatschappelijke instituties zijn. Meer wij was heel specifiek gericht op een thema wat mij na aan het hart ligt. Ik heb mogen functioneren in allerlei maatschappijen, of het nou sport of kunst of wetenschap of bedrijfsleven is of het maatschappelijk middenveld. Samenwerken gebeurt maar heel weinig en tegenwerken gebeurt heel veel. Ook daar hebben vooral prominente denkers en doeners uit Nederland hun visie gegeven in hun eigen hoofdstuk. En meer wel is dus eigenlijk de top van de ijsberg in termen van inzichten, suggesties. Heel nadrukkelijk niet complete oplossingen. Meer wel probeert op 16 belangrijke terreinen van de maatschappij aan te geven wat zijn de uitdagingen voor de komende 20 à 30 jaar. En hebben we hier een paar goede ideeën om aan te beginnen en kunnen we de dialoog daarvoor op gang brengen? Want dat is onze ambitie, deze thema's in een discussie brengen. Want we hebben het nu de hele tijd over bestuurlijke cultuur,
Maar waar het eigenlijk om gaat, is om onze complete cultuur. Hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij tot beslissingen komen, hoe wij elkaar benaderen, hoe wij rekening met elkaar houden. En daar zijn we allemaal bij betrokken. En het zal niet van boven komen in dit geval. De regen is het enige wat van boven komt. Vernieuwing komt van onder. Mickey, we gaan zo verder en we zien jou straks natuurlijk in het gesprek met iedereen in de afsluiting terug. Eén vraag die natuurlijk op mijn lippen brandt is, komt er nog een meer? Ik zie het niet meer. Nee, ik zie niet een volgend boek. Ik hoop het ook niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat we met dit boek en met name met het laatste, want we hebben, dat is misschien goed om even te melden, we hebben naast de website Publieke Zaken een website www.maatschappij.nu en die gaat over wat we dan de software noemen, hoe mensen met elkaar omgaan. Meer wel gaat over de hardware, hoe hebben we onszelf gestructureerd met systemen en regels. De maatschappij gaat over de software, hoe gaan we met elkaar om. En beide zijn nu onderweg en ik hoop dat de thema's worden overgenomen, want we hebben een behoefte aan een enorme verandering in ons ecosysteem als maatschappij. En de Tweede Kamer is daar een ultiem voorbeeld van, maar daar zal de verandering niet vandaan komen, zoals we in de kabinetsformatie ook al gezien hebben. Dankjewel, Mickey. Voor de mensen die wat later binnen zijn gekomen, de boeken zijn beschikbaar in digitale zoals papieren versies via de website publiekezaak.nl. Ik bedank je heel erg. Zou jij jouw video en audio nu wel uitzetten, Mickey, ja, zodat we over kunnen gaan naar de volgende twee mensen. Dat zijn Jan en Joan. En die zijn er nu ook en dan gaan we daarmee verder. Voor de mensen die wat later binnen zijn gekomen, als je vragen hebt aan de inleiders, hè, dus even nog heel kort voor die, want ik zie dat een aantal mensen is later binnengekomen. Mickey heeft net de introductie gegeven over het geheel. Nu komt het hoofdstuk Werken is Leven, wat Joan en Jan zullen introduceren. Dan krijgen we een panel met Melek Oesta, Eline Verhek en Helene Mees. En vervolgens brengen we dat samen. Als je aan deze mensen vragen of opmerkingen hebt, zet het graag even in de Q&A. Dus niet in de chat, want dat wordt te onoverzichtelijk, maar graag in de Q&A. En dan zal ik straks zorgen dat die vragen of opmerkingen, dat ik jullie erbij haal, dat je die gesprekken kunt voeren. Dan ga ik weer op zwart, zoals dat zo mooi heet, en wil ik graag het woord geven aan Jan als eerste. En ik zal even de slide opzetten en dan neemt Jan het van mij over. Dankjewel, Guido. Ja, ik ben een van de trekkers geweest in het boek zoals Mickey dat presenteerde. Ik heb het onderwerp werk ter hand genomen. Ik vond het een buitengewoon eervolle taak om dat te doen. En ik had eigenlijk geen zin om het alleen te doen. Dus ik heb Joan gevraagd om mij daar als co-trekker in te assisteren. Nou, Joan komt zo aan het woord. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen is jullie een klein beetje meenemen in de achtergrond van het thema en hoe wij dat hebben opgepakt. En ik dacht, laat ik bij deze beginnen. Dit is een ingezonden brief, stond vorige week in het Financieel Dagblad. En ja, dat is duidelijk. Er zijn in Nederland 300.000 werklozen, kunnen we al met de krant lezen, maar daartegenover staan 1 miljoen arbeidsongeschikten. Hè. Dus eigenlijk de conclusie van dit stuk is dat er sprake is van een enorme mismatch. En eigenlijk de oproep in dit artikel is dat het kabinet daar wat mee kan doen. Nou, een ander probleem waar jullie ook allemaal, denk ik, van op de hoogte zijn, is natuurlijk de tegenstelling tussen flex en vast. Ook dat is een uiterst manifest probleem wat ook op het bordje ligt van het nieuwe kabinet. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de wat urgente problemen die er nu zijn en die dus onderdeel zijn van de verkenning die wij hebben gedaan. Maar, en als jij de volgende slide wil laten zien, Guido, vanuit de werkgroep hebben wij het iets breder opgepakt. Dus wat jij hier aan de linkerkant ziet is hoe werk traditioneel wordt bekeken. Ook eigenlijk vanuit de problemen die ik net schetste. En dat vanuit van het materieel uitgangspunt. Dus als productiefactor, als inkomen. En voor de samenleving natuurlijk als bron van welvaart. Wat wij heel belangrijk vinden is dat wij ook een grote immateriële rol van werk zien. Dat is ontplooiing, een zinvolle tijdsbesteding. Werk is ook sociaal, ik zeg ook wel eens, werk is ook een sociale werkplaats, contacten met je collega's. En dat geldt niet alleen voor jouzelf, maar dat geldt eigenlijk ook voor de hele samenleving als geheel.
Nou, met name die laatste, dat laatste, dat immateriële aspect, is een belangrijk element in ons denken geweest. En eigenlijk gebaseerd op deze onderverdeling zijn wij tot eigenlijk 6 grote uitdagingen gekomen. En misschien, Guido, als jij de volgende slide wil laten zien, dan kunnen we daar de mensen een beetje in meenemen. Samenvattend zien wij deze uitdagingen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar passend werk, dan zien we dat er eigenlijk de helft van de mensen werk doet waar ze weinig of te weinig talent voor hebben. Soms wel de opleiding en ervaring, maar als je kijkt naar de talenten van mensen, dan is dat toch heel vaak een mismatch. Dus dat zien wij wel als een uitdaging. Nou, als je kijkt naar dynamisch evenwicht, wat bedoelen we daarmee? We krijgen allemaal opleiding op school en daarmee worden we dan de arbeidsmarkt losgelaten. Maar iedereen weet natuurlijk dat kennis die je hebt geleerd eigenlijk binnen 5 of 10 jaar alweer achterhaald is door de ontwikkelingen in de maatschappij, in de technologie. Dus dat evenwicht wat er op enig moment kan zijn, als je kijkt naar de kennis die mensen hebben en de behoefte die er in de markt is, dat is er op enig moment, maar dat verandert steeds. Hè? Dat is een dynamisch evenwicht en daar moeten we ons steeds op inspelen. Nou, een derde uitdaging die wij zien is kwaliteit en bestaanszekerheid. Hier zie je natuurlijk dat voor de werknemer is het een bron van inkomsten. En voor de werkgever heeft behoefte aan flexibiliteit daarin. Dus ja, dat staat wel eens op gespannen voet met elkaar. Een vierde is ook een bekend thema natuurlijk. Dat is het streven naar gelijkheid en diversiteit. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor. Nou, daar moeten we ook meer aan doen. Dus dat is ook wat wij zien als een uitdaging. Als we kijken naar het waarderen van mensenwerk, dan zien wij dat je toch wel steeds meer ziet dat jonge mensen eigenlijk ook al uitvallen met een burn-out. Dat is eigenlijk ook niet waar je naartoe wil streven. Dus we moeten daar ook meer kijken hoe we dat kunnen voorkomen. En een laatste punt wat wij ook zien is dat er eigenlijk tussen de mens en de computer zien we natuurlijk dat steeds meer de computer of de robot in staat is om werk van de mens over te nemen. Dus dat is ook een aspect wat wij zien als een uitdaging hoe daarmee om te gaan. Nou, samenvattend zijn dit eigenlijk de 6 uitdagingen. En eigenlijk wil ik nu het woord geven aan jou, Joan. Want op basis van deze uitdaging hebben wij 10 ja, ideeën geformuleerd. En Joan, jij gaat het hier van mij overnemen. Ja, dankjewel Jan. Inderdaad een uitdaging. En het was ook een uitdaging toen jij mij benaderde. Want Joan, wil jij voorzitter worden van deze mooie commissie? Want het is belangrijk om met elkaar ook vanuit het maatschappelijk middenveld te komen en na te denken over hoe gaan we die arbeidsmarkt op een andere manier inrichten of meer het ondernemerschap. En als voorzitter van deze commissie, met allemaal hele knappe mannen, letterlijk en figuurlijk, heb ik ontzettend fijn mogen werken om te kijken wat zijn dan de mogelijke oplossingen die we zouden kunnen bieden aan een omgeving, een samenleving, waar polarisatie natuurlijk een belangrijk thema ook is, maar ook veel ongelijkheid. Ongelijkheid, we komen met z'n allen vanuit een behoorlijke crisis, COVID, en hoe kan je mensen toch vanuit hun professie nog meer betrekken bij hun werk. Een belangrijk thema om eigenlijk het gevoel ook met elkaar te delen. Zinvol werk, waardevol werk, maar ook erkenning van je werk. En op deze wijze hebben we dus ook gekeken naar selecteren op potentie. Niet op competentie, maar op potentie. Want heel vaak merk je dat er veel meer potentie aanwezig is wat niet altijd wordt benoemd. Hè? Onder die ijsberg, als we dat even kijken, daaronder is nog veel meer aan de hand en nog veel meer potentie aanwezig waar we het vaak niet over hebben. Of dat we in het dagelijkse werkleven daar geen tijd voor hebben of maken. Dus selecteren op potentie, waardoor je ook de betrokkenheid kan uitdagen van mensen in hun werk, maar ook in hun omgeving. Daarbij, Jan zei het net al, het omarmen van diversiteit is een belangrijke. Een maatschappelijk thema wat hoog op de agenda staat. De SER heeft net ook het een en ander als wet er doorheen gekregen in de Eerste Kamer om meer vrouwen aan de top in raden van toezichten te krijgen, commissariaten. Maar laten we ook niet vergeten dat diversiteit, inclusiviteit en representatie ook belangrijk is.
ik kom in veel verschillende organisaties waar ik zie dat de diversiteit goed georganiseerd is, maar nog wel aan de onderkant van bedrijven. En ik zou daar eigenlijk gewoon ja, een oproep willen doen om met elkaar te kijken hoe kunnen we ruimte creëren, zodat we diversiteit of die inclusiviteit door alle lagen van de bestuurslagen van onze samenleving, maar ook in bedrijven, nog veel meer aandacht kunnen geven en kunnen positioneren. Want het is heel hard nodig om die inclusieve organisaties te krijgen, zodat we ook de representatie van alle stemmen en verschillende profielen goed op de kaart zetten. En het menselijke kapitaal op balans zetten. Creëren van werk op maat. Menselijke kapitaal, we hebben het al veel daarover gehad, van heel veel vrijwilligerswerk, participatie, werk wat eigenlijk niet zichtbaar is of wat niet betaald is. Hoe gaan we daarmee om? En wat zouden we daarvoor nieuwe structuren voor kunnen bedenken? Nou, daar hebben we dus het een en ander over beschreven in hoofdstuk 15 van het boek Meer Wel. De volgende slide, Guido. Ja, en het introduceren van werkbuddies. Een van de rollen die ik in mijn professionele leven mag uitvoeren is... ik zie allemaal vragen komen in de chat. Nou, daar gaan we zo meteen natuurlijk mee aan de slag. Maar is ook studenten begeleiden. Studenten begeleiden vanuit hun opleiding naar de arbeidsmarkt. En heel vaak zie je ook toch wel van... als er een opleiding voltooid is, het mooie resultaat, een diploma is binnen, dat veel studenten dan toch ook nog zoiets hebben van ja, en wat nu? Waarom zouden we niet eigenlijk al buddies geven bij het einde van de opleiding? Zodra ze dus eigenlijk diploma's in handen krijgen, dat ze een werkbuddy krijgen. Maar ook gewoon bij de instroom van nieuw personeel in organisaties, om ook dat potentieel waar we dus op hebben geselecteerd nog veel meer zich te kunnen begeleiden, zodat dat potentieel ook tot zijn recht komen. En inderdaad ook werken met talentprofielen. Zodat je aan de voorkant ook weet, bij de onboarding van je nieuwe carrière, dat je ook heel goed weet van op welke talenten en welke drijfveren ga ik mezelf nou verder ontwikkelen en waarom doe ik nou dat waar ik voor geselecteerd ben. Ja, en de arbeidscontracten minder eenzijdig maken. Afschaffing van belasting op de laagste inkomens. Niet mensen, maar robots belasten. Een aantal oplossingen om, die zeker de moeite waard zijn om daar bij stil te staan, maar vooral ook te kijken wat betekent dat en hoe zouden we wat verder handen en voeten kunnen geven in het maatschappelijk middenveld, maar in de organisaties. En actief met werkgelegenheidsbeleid voeren. Dat zijn natuurlijk thema's die ook op dit moment maatschappelijk behoorlijk op de agenda staan. Behoorlijk ook aandacht krijgen. En ik geloof dat oplossingen van boven, van onder, maar ook in het midden, van het midden kunnen komen. En dat is denk ik van belang om samen ook nu te gaan kijken, hoe kunnen we ook, werkgroepen, of praatgroepen, dat moeten we zien te voorkomen natuurlijk. Maar wel omdat we elkaar wel nodig hebben. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die arbeidsmarkt, ondernemerschap, economie met elkaar een nieuwe structuur te bieden. Het staat niet alleen maar op zichzelf en ook niet alleen maar vanuit de politiek, maar ik geloof echt vanuit de professie, vanuit het maatschappelijk middenveld. Dus ik ben heel benieuwd naar opmerkingen en vragen. En hier wil ik het even bij laten. Dankjewel, John. Het is een hele mooie samenvatting van wat die groep mooie mannen, waar ik er één van was, dus ik voel me helemaal gecharmeerd. Mijn dag kan niet meer stuk, ondanks de files en de regen. En naast John, Jan, Mickey, mijzelf, hebben ook Luc Schumbeek, Frans Weerkamp en Mikkel Hofstede meegewerkt. En het was een heel interessant project. En ik denk dat we mooie dingen gedaan hebben. Het is al een paar keer voorbijgekomen. Ik zie het ook in de chat. Het gehele boek is te downloaden of te bestellen bij de publieke zaak. Er is ook een samenvatting van het hoofdstuk over werk, waar deze zaken die Jan en John zojuist op hoofdlijnen belichten ook in voorkomen. Is ook verkrijgbaar. Dus mocht je dat willen, dan kan dat. Nu gaan we naar het panel. Zoals beloofd. En de manier waarop we dat gaan doen,
is ik vraag drie keer achter elkaar één van de drie panelleden of ze kort de twee oplossingen die zij het meest interessant vonden om commentaar op te geven, kort te bespreken en zichzelf eerst even voor te stellen. Zodat we weten met wie hebben we te maken, wat is de gedachte. Dat doen ze alle drie en dan gaan we nog een aantal minuten met dat panel over hun inzichten spreken. En dan openen we de vraag op. Ik zie in de chat zaken voorbij komen die wellicht in de Q&A kunnen. Er zijn mensen met meningen over zaken. Zet ze graag in de Q&A, dan kan ik je daar straks bij halen. Dan stop ik even de share van de slides en dan vraag ik of Eline zichzelf wil unmuten en de video aanzet. Daar is ze. Eline, heel fijn dat jij erbij bent. Zoals ik al in het begin zei, en misschien de mensen die toen niet bij waren, uit Suriname. Daar ben jij werkzaam. Wellicht kun je wat erover vertellen. En jij gaat ons commentaar geven op mensen bij hun werk betrekken en arbeidscontracten minder eenzijdig maken. Eline, de floor is yours. Dankjewel, Guido. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben Eline Verhek. Ik zit inderdaad in Suriname. Ik woon hier 16 jaar. In de afgelopen 8 jaar ben ik werkzaam in de outsourcingbranche. Ik ben verantwoordelijk voor een outsourcingorganisatie, Alembo, met zo'n 300 medewerkers, vooral jong professionals. We werken dus dagelijks nog steeds met Nederland, organisaties en eigenlijk ja, externe collega's in Nederland. En ik praat vanuit mijn rol ook. Ten eerste heel even dank dat ik uitgenodigd ben. Ik vind het geweldig en het boek was voor mij herkennend en bevestigend. Ik heb gekozen voor inderdaad mensen betrekken op hun werk en arbeidscontracten minder eenzijdig maken. Ik kan in beide onderdelen van het boek, de hoofdstukjes, goed in vinden. Als ik kijk naar mensen betrekken in hun werk. En het sluit ook af eigenlijk met kunnen we meer leren van ondernemers. En daar zou ik op in willen haken. Ik denk dat als we vanuit organisaties ondernemerschap echt adresseren als intrapreneurship. Dus medewerkers zien als ondernemers binnen een organisatie. Die verantwoordelijk zijn voor een resultaat wat ze daar, waar ze aan committen. Die bij hun past, die bij hun talenten past. En als organisatie we ons zodanig inrichten, maar ook richten, dat zij zich kunnen ontwikkelen. Doordat we eigenlijk uitgaan van een faciliterende rol. Wat betreft, eigenlijk een faciliterende rol betreft het systeem. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar ook de middelen. Zouden medewerkers, om het toch nog eventjes zo traditioneel te zeggen, intern, maar wellicht ook extern, als je organisatie betrekt bij externe projecten, zich als een intrapreneur kunnen ontwikkelen. Wat maakt dat die flexibiliteit groter wordt, ook anticiperend op veranderingen in de organisatie en omgeving, maar er veel meer vanuit talent ontwikkeld wordt, wat een mate van flexibiliteit geeft in de arbeidsmarkt. Het volgende punt, arbeidscontracten min eenzijdig maken. Ja, ik denk zelfs wederzijdig maken. Ik ben heel stellig, maar mogelijk kan het omdat ik een Suriname ben, dat het overrated is de macht van de werkgever. Ik denk dat de werkgever de rol heeft om voor het environment waarin medewerkers goed kunnen functioneren. En ik zie nu dat mijn internet instabiel is. Dat ligt natuurlijk niet aan Suriname. Ben ik er? Je bent er, maar het is een beetje instabiel, Eline. Hoor je mij, Eline, of niet? Oké. Okay. Ja, ik hoor jou prima. Ja. Het is een beetje schokkerig af en toe, maar ga vooral door. Nu is het weer goed. Ja, is het weer goed. Oké. Okay. Dus arbeidscontracten wederzijds maken. Ik kan me voorstellen dat in de systemen waar inderdaad arbeidscontracten afhankelijk zijn van lening en hypotheek, belangrijk voor de opbouw van de financiële toekomst, dat een hoge mate van flexibiliteit daarvoor een antwoord kan zijn. En die flexibiliteit, even praktisch vertaald, kan hem zitten in dat je samen overeenkomt. Bijvoorbeeld hoe je, en dat gaf Joan ook al heel mooi aan, hoe je bijvoorbeeld je talent wil ontwikkelen in de organisatie, gefaciliteerd bijvoorbeeld door een coach, een werkcoach, een performance coach. En dat je daar ook contractueel afspraken over maakt. Maar ook bijvoorbeeld de standplaats. Wil jij bijvoorbeeld voor een Nederlands bedrijf werken en zit in Japan? Zou dat eigenlijk hedendaags 20, 21ste eeuw mogelijk moeten zijn? Ook wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Of wil je misschien helemaal
helemaal geen salaris. Maar wil je wel bijdragen op een andere manier en daar iets voor terugkrijgen, zou dat idealistisch, wat mij betreft, inhoud gegeven mogen kunnen worden of moeten worden. In ieder geval, dat zijn wel stappen die wij in de toekomst gaan maken. En ik zou hem graag willen afsluiten en dan doorgeven. Is mijn vraag, bepaalt nou eigenlijk het systeem het gedrag of ons gedrag het systeem? Dank jullie wel. Dank je wel, Leen. Dat is een mooie discussie die we straks als Melek en Helene ook geweest zijn meteen als eerste oppakken. Mag ik jou vragen om even uit de video en te mute te gaan? En mag ik Melek vragen of zij de video en het geluid aan wil zetten en haar twee punten wil pakken? Dat gaat over de oplossingen omarm diversiteit en selecteren op potentie. Melek, de virtuele floor is yours. Ja, hartelijk dank. Dank ook voor deze uitnodiging. Mijn naam is Melek Oestra. Ik ben directeur oprichter van Colorful People. Colorful People is een search- en adviesbureau wat inmiddels 21 jaar bestaat en zich toelegt op search, training en advies. En wat wij doen is eigenlijk voor organisaties hen helpen bij vraagstukken rondom vacaturevervullingen, met name op strategische posities. Dat varieert van managers, middelmanagers, directeuren tot toezichthouders en commissarissen. Maar we helpen organisaties ook om te kijken hoe je nou diversiteit en inclusie ook echt kunt laten landen in je organisatie. En hoe je het ook voor je gaat laten werken. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van peer-to-peer. Dat is een peer-coachingsmethode wat we in het onderwijs toepassen. Waarbij we heel erg geloven in het inzetten van de kwaliteit en de talenten van leerlingen en studenten die ten goede kunnen komen weer aan andere leerlingen en studenten binnen die school. Omdat we denken dat het een bredere community is waar iedereen van iedereen eigenlijk ook kan leren. Maar daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik heb ook niet zo heel veel tijd, dus ik ga mijn tijd goed benutten. Want ik heb twee thema's, ik had er zo meer kunnen pakken. Maar inderdaad, als ik ga inzoomen op het thema selecteren op potentie. Ja, dat is een thema naar mijn hart en ook wel erg actueel. Er werd net gezegd dat heel veel mensen nog helemaal niet, hè, hun potentie wordt aangesproken. Ik zou al heel blij zijn als we in selectieprocedures überhaupt de competentie van mensen aanspreken. Hè, wat we nu toch nog op heel veel plekken zien, is dat men nog heel snel neigt naar gestandardiseerde en geprotocoliseerde werving- en selectiemanieren. En dat betekent dat vaak een functiebeschrijving elke keer weer uit de digitale archieven getrokken wordt en nou ja, op dat schabloon weer een nieuw iemand geworven wordt. Er wordt eigenlijk onvoldoende gekeken naar überhaupt, hè, als je hem vanuit organisatieperspectief bekijkt, van hoe ziet het team eruit, welke kwaliteit hebben we al belegd en wat zou nou aanvullend nog nodig zijn. Laat staan dat er oog is voor het gegeven waar ik echt in geloof. Kijk, als we ervan uitgaan dat ieder mens talent heeft, en dat heeft ieder mens, dan is het toch fantastisch als je je talenten kunt aanwenden in je job. Want daar ga je van groeien, daar ga je van bloeien, daar heb je ook minder energie nodig. Dus dat, ja, dat is gewoon een goed gegeven. En helaas zie ik ook dat er heel veel mensen niet hun talent op een goede manier kunnen inzetten. En dat is echt wel een actueel vraagstuk, waar overigens ook wel weer een heel aantal andere bedrijven mee aan het experimenteren zijn. Ja, we hebben de voorbeelden, wat ook in het boek genoemd wordt, uit Amerika met de Googles en de Facebooks, die überhaupt niet meer vragen naar diploma's en cv's, maar op een hele andere manier kijken naar wat zijn nou je skills, hè? Welke kwaliteiten heb je in huis. En die transitie zou ik heel graag in Nederland ook wat versneld zien gebeuren. Waarbij het nogmaals niet zozeer een diploma moet zijn, maar veel meer wat heb je in huis? Waar ga je op aan? Waar zit je drive? Waar zit je motivatie? Ik heb zo vaak in de praktijk meegemaakt dat hele getalenteerde mensen niet op plekken kwamen of dreigden te komen. Omdat ze bijvoorbeeld niet een HBO of WO opleiding afgerond hebben. Om een heel concreet voorbeeld daarvan te geven. Ik heb voordat ik mijn eigen bedrijf begon, jarenlang al in de uitzendsector gewerkt. Ik was daar manager en een van de incidenten
die ik in mijn team had, dat was een topper. Die deed het zo goed met de uitzendkrachten, met de werkgevers, had mooie omzetten maakte ze. En op een gegeven moment zei ik van, nou, ik vind dat jij eigenlijk op moet gaan voor trajectpromotie richting managementniveau. Daar heeft ze toen een assessment voor gedaan en uit dat assessment kwam dat ze niet het niveau zou hebben. Want je moest minimaal HBO niveau hebben. En ik ben daarvoor gaan liggen omdat ik dacht, ja, dit is niet goed. Want ik heb gewoon in de praktijk iemand meegemaakt die fantastische kwaliteiten heeft. Deze dame die moet dat gewoon, die kans moeten gaan krijgen. Kortom, terugkomend op wat ik als eerste zei, we moeten uitkijken dat we niet doorslaan in geprotocoliseerde manieren van denken in hoe we mensen willen selecteren. Ja, de menselijke maat, wat door Mickey Huibrechts aan het begin ook genoemd werd, is eigenlijk ver te zoek soms. Dus, en ik snap dat wel, als je 80 brieven hebt liggen waar je er één uit moet selecteren, dan ga je misschien heel scherp selecteren op welke opleiding heeft iemand gedaan en hoeveel jaar werkervaring heeft iemand gedaan. Maar dat is geen garantie voor het feit dat je ook de beste, de meest gemotiveerde kandidaat eruit ligt. Dus mijn pleidooi is dat we ook inderdaad op een andere manier gaan experimenteren in het kijken naar, naar talent. En dus daarmee ook de potentie van mensen veel beter gaan benutten. Even zien, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Ja, je bent een beetje aan de tijd. Ik ben al aan de tijd. Ik ga snel... Oh, ik ben al ver over de tijd. Nou, dan twee zinnen over het omarmen van diversiteit in een tijdsbestek waarin we krapt op de arbeidsmarkt hebben. Waarin groepen, of dat nou de Black Lives Matter-beweging is, of de MeToo-beweging is, waar mensen van onderop ook zeggen, waar is mijn perspectief op de wereld en hoe kan ik bijdragen aan vraagstukken? Wordt er ook naar mij geluisterd, denk ik dat dat een, dat is eigenlijk een no-brainer. We moeten het omarmen. Daar is heel veel nog wel op te doen. Maar ik denk dat het begint met de wil. En daar moet ik het dan maar nu even bij laten. Dankjewel, Melek. Nou, dat is natuurlijk heel spannend. Zou jij je geluid en je beeld nu willen uitzetten? En dan gaan we naar de derde die feedback gaat geven op de oplossing. Dat is Helene Mees. En Helene heeft twee oplossingen gekozen om commentaar te geven. Dat is afschaffing op de belasting op de laagste inkomens en niet mensen maar robots belasten. Helene, mag ik jou het woord geven? Natuurlijk, Guido. Goedemiddag. Dank voor de uitnodiging. Ik ben econoom, ik ben jurist, ik ben columnist voor onder meer de Volkskrant. De twee thema's die voor mij belangrijk zijn, ik zou eigenlijk de titel van het hele project willen samenvatten als meer werken. Want dat is eigenlijk de grootste uitdaging waar we de komende decennia voor staan. Hebben we voldoende arbeidskrachten? En het eerste punt als oplossing die het boek aandroeg is, we moeten de lage inkomens moeten we helemaal vrijstellen van belasting. Maar dat gebeurt in Nederland feitelijk al. Als je een inkomen van 1500 euro per maand verdient, dan gaat daar feitelijk vrijwel niets af aan belastingheffing. Want je hebt eerst de heffingskorting, de algemene heffingskorting, die krijgt iedereen. En dan voor mensen die ook nog die alleenstaande ouder zijn bijvoorbeeld, of kinderen. Die krijgen daarboven ook nog een heleboel artelijke bedrag waar ze zich gaan betalen pas ingaat vanaf ze meer dan 2000 euro bruto verdienen. Het grote probleem is dat mensen als ze boven dat bedrag komen van meer dan 2000 euro bruto, dat ze opeens met een marginale belasting en premiedruk geconfronteerd worden. Dat is dan niet alleen de loon- en inkomstenbelasting, maar ook die van sociale premies, premies werknemersverzekeringen en pensioenpremies, die soms 60, 70 en af en toe wel 80% bereikt. En dat komt ook omdat naarmate je meer gaat verdienen, dan worden bepaalde toeslagen worden weer afgebouwd. En dat zorgt er feitelijk voor dat mensen
Als ze 2000 euro bruto hebben verdiend, dat ze niet meer uren gaan werken, want dat levert niks meer op. En zeker als je om meer uren te kunnen werken, meer kinderopvang moet inschakelen, dan loont het niet om meer te gaan werken. Ik denk dat dat een groot probleem is. We zien bijvoorbeeld in de zorg, waar iedereen in deeltijd werkt, terwijl het hele zorgtekort, het tekort aan zorgpersoneel, opgelost zou zijn als iedereen in de zorg 1 uur meer per week zou werken. Wij moeten dat dus vooral aantrekkelijk maken. En of je nou iedereen die een studentenbaantje heeft ook gewoon iets aan belasting betaalt, is helemaal niet zo onredelijk. Wat je wil is dat mensen gestimuleerd worden en dat het aantrekkelijk is voor mensen om meer dan 20 of 25 uur per week te werken. Dus dat is mijn eerste punt waar ik vind. Het is een heel belangrijk rapport. Een manier, en dan zegt mijn algemene zin, wordt arbeid in Nederland veel te zwaar belast. Wat je ziet is dat sinds 2000 zijn de winsten enorm gestegen, terwijl het arbeidsaandeel in het bruto nationaal product enorm is gedaald. Maar wat heeft de overheid gedaan? Die heeft juist de belasting op winsten verlaagd, terwijl de belasting op arbeid flink is verhoogd. Nou, daar moet natuurlijk een einde aan komen. Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, heeft daar werkelijk een briljant voorstel voor gedaan. En dat gaat nu even nog niet eens over de winstbelasting, daar kom ik straks op. Die heeft gezegd, in Nederland wordt arbeidsinkomen heel zwaar belast, inkomen uit kapitaal wordt nauwelijks belast, hè, zeg maar de vermogenswinsten die mensen maken. En hij heeft gezegd, we moeten kapitaalinkomsten, hè, dat gaat in vermogenswinsten op het eigen huis, maar even, maar ook vermogenswinsten bijvoorbeeld op de bitcoin, op de aandelen, die moeten we allemaal op een gelijke manier belasten tegen een relatief laag tarief. En als je dat doet en je gaat dat evenwichtig belasten, dan kunnen alle tarieven in de inkomstenbelasting, zowel het eerste, tweede en derde tarief, en de loon- en inkomstenbelasting, kunnen met 5% omlaag. Dus dat zou betekenen dat in Nederland het toptarief in de loon- en inkomstenbelasting in de lage 40% zou zijn. En daarmee zouden we ook internationaal echt heel competitief zijn. Zou het ook aantrekkelijk worden voor mensen aan de top om meer uren te werken. En dat voorstel heeft veel te weinig aandacht gekregen. Het liefst zou ik elke column in de Volkskrant aan zijn voorstellen wijden. Maar ja, dan wordt het te eentonig en dan ben ik mijn column niet meer zeker. Dus dat doe ik niet. Maar ook hier nog een keer, iedereen ga naar de website van Bas Jacobs en ga dat stuk zoeken. Want het is heel erg lezenswaardig. Tweede punt gaat over de belasting op robots. Ja, ik zie het als een pleidooi voor meer inkomen, hè? Een hogere winstbelasting. Want ja, ik vind of nou door een vorkheftruc minder arbeid nodig is, hè? Minder werknemers nodig zijn, of door het gebruik van een laptop je geen secretaresse meer nodig hebt, een typiste die je stukken uittikt. Dat maakt niet zoveel uit, dus of het nou een robot is, een laptop of een vorkheftruc. Ik vind dat de winst die daar bedrijven daarmee maken, dat die gewoon zwaarder belast moeten worden. Je ziet dat in Amerika is de tendens onder Donald Trump is de winstbelasting, de vennootschapsbelasting, daar verlaagd tot 21%. Alle Europese landen zitten ook rond dat niveau of zelfs daaronder. En feitelijk gaat nu onder Biden, komt er een trend om die belasting weer te verhogen. Volgens mij willen de democraten in het congres, en het lijkt dat toch wel een meerderheid voor gaat komen, in ieder geval die vennootschapsbelasting weer verhogen naar 27%. En dat zou Nederland zeker ook moeten doen. We moeten ook gaan zoeken, zorgen dat dat gewoon het wegsluizen van winsten, het gebruik van tax havens, dat veel strenger wordt aangepakt. Er is nu internationaal een voorstel, en wat ook Ierland gaat omarmen, en dan komt er een minimumwinstbelasting die sowieso betaald moet worden van 15%. Ik denk dat we, voor nu is dat een heel mooi resultaat, maar uiteindelijk moet dat toe naar 20% of 25%. En voordat jullie denken, wat moet de overheid met al dat geld? En dat kunnen zij toch niet goed besteden. De overheid is heel inefficiënt. We kunnen dat gewoon gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen. Dus daar komt dan niet van in de schatkist terecht. Het is gewoon een verschuiving van de zware last op arbeid naar kapitaal en kapitaalinkomsten. Dat is mijn bijdrage. Helene, wat een mooie afsluiting. Mag ik Eline en Melek weer
uitnodigen om erbij te komen met audio en video. We lopen natuurlijk altijd, zoals altijd, een klein beetje uit de tijd. Dus ik zal de discours kort houden, zodat we de vragen uit de groep ook kunnen oppakken. Ik was 2 weken geleden op een toezichthoudersprogramma op Nijenrode. En er kwam een venture capital firm. En die hadden een verhaal: wij investeren in de economie van 2040. En zij zeiden: ja, wij zijn nu geld aan het investeren in die bedrijven die in 2040 de nieuwe Microsoft, de nieuwe Ubers, et cetera zijn. Jullie hebben net aangegeven hoe jullie aankijken tegen een aantal van de issues die nu spelen. Waar oplossingen mogelijk voor zijn. Wat voor soort organisatie is nou in 2040, wat jullie betreft, de nieuwe toonaangevende winnaar op gebied van werk en werkgelegenheid? En niet allemaal tegelijk roepen, maar wie mag ik het eerste woord geven daarop? Of moet ik gewoon random mensen aanwijzen? Dat kan ook, hè? Dat is natuurlijk veel vervelender. Ik wilde misschien wel aftrappen. Als ik even een soort droomvisie voor ogen heb, hè, hoe dat er dan uitziet, dan is er in ieder geval heel wat bereikt als het gaat om het thema wat ik net behandeld heb. Dat veel beter gekeken wordt naar wat mensen ook in te brengen hebben qua talent en kwaliteit. Waar ze ook echt op gechallenged kunnen worden, zodat ze ook een groei kunnen maken, maar dat ze ook het gevoel hebben van ik en mijn talenten mogen er zijn. Dus dat is een element, want ik geloof heel erg dat als je je potentie kan gebruiken, dat niet alleen voor jezelf heel goed is, maar ook voor de organisatie en de samenleving in zijn geheel. Ik hoop ook dat het een werkgever is waar duurzaamheid en op een holistische manier kijken naar hoe werken we nou eigenlijk samen. Maar ook hoe interveneren we in die brede samenleving. Hè? Dus niet afgeschermd van elkaar, maar veel meer in een soort hybride werkvormen. We elkaar weten op te zoeken, jong-oud, maar ook allerlei nieuwe vormen van werk ontstaat. De eerste stappen die we nu aan het zetten zijn, die te maken hebben met hoe zou een inclusieve werkvloer eruit kunnen zien? Hoe zou je nou ook daarmee uiteindelijk ook aan de grotere vraagstuk in deze wereld, want ik geloof daar heilig in, dat je moet elkaar ook kennen om elkaar leuk te kunnen vinden. Hè? Dus doe maar dat je die diversiteit ook organiseert op je werkvloer. Dan kun je volgens mij ook veel meer. Er zal wrijving zijn, maar er kan op een gegeven moment ook empathie voor elkaar ontstaan. Als je dat op een goede manier, dat vergt inclusief leiderschap, vorm en inhoud geeft. En meenlijk naast Colorful People, hè, wat in 2040 natuurlijk de Uber van de werkgelegenheid is geworden. Heb je nog een andere organisatie waarvan je zegt, nou, houd die maar eens in de gaten. Want dat is volgens mij echt iets waar het de goede kant op gaat. En dan gewoon even één noemen, hè, want dan ga ik de anderen ook vragen. Nou ja, ik denk dat vind ik een lastige, maar ik denk waar de meest kansrijke zijn, uiteindelijk denk ik toch ook wel de jonge organisaties, die niet een heel verleden met klassieke patronen, ik had het net al over, kijk, ingeslepen patronen loslaten en culturen loslaten is een heel ingewikkeld ding. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat we in 2040 zijn. In 2040 er gewoon nieuwe bedrijven zijn waar we nu nog niet eens bestaan van kennen. Waar gewoon waanzinnige dingen gebeuren. En of dat per se van de organisaties gaat komen die er nu zijn, dat vraag ik me af. Helene. Ja? Zelfde vraag aan jou, hè? 2040. Welke bedrijven zijn de winnaars op dat gebied? Dat er nog echt bedrijven zijn en mensen ook nog gewoon in organisaties met elkaar samen blijven werken. Want bijvoorbeeld in Amerika zie je nu dat het heel moeilijk is om mensen weer naar het werk te komen, krijgen. Ik ben zelf niet het beste voorbeeld, hoor, want ik werk gewoon waar ik wil. En ik begrijp ook wel dat mensen dat heel heerlijk vinden. Van de andere kant mis ik wel de interactie. En vandaag stond er van een van de hedge fund managers, die wel al zijn personeel heeft opgedragen in Amerika om weer terug te gaan naar het werk te komen. Dat mensen niet weten wat ze missen. En dat denk ik namelijk echt. In die zin zijn natuurlijk ook bedrijven als Facebook en Bol.com bedoel ik niet, maar Amazon, die blijven heel erg groot. Dus in een bepaalde manier hoop ik vooral dat die macht wordt doorbroken. Maar daar zit gewoon heel weinig human capital verder in.
Dus daar ben ik niet heel gerust op. Maar mijn wens voor de toekomst zou zijn, is dat mensen toch wel vooral samen in organisaties blijven werken. En dat het niet alleen maar mensen op heel incidentele basis, wanneer ze elkaar tegenkomen, even voor een projectje en dat is een wolk en die dan weer uit elkaar dwarrelt. Maar mijn inschatting is dat dat niet het geval zal zijn, dat juist nu de pandemie een trend heeft ingezet waar iedereen een beetje vanuit huis gaat werken. En waar ik echt van bang ben dat dat de innovativiteit en dergelijke zal schaden. Dankjewel. Dan ga ik naar Eileen. Ja, goede vraag. Ik ken niet zo 1, 2, 3 een voorbeeld qua organisatie. Ik denk dat er organisaties zijn die er erg mee bezig zijn, zoals Google. Maar ik zie het ook wel in de winkelketens in Nederland, dat ze transities aan het maken zijn. Aan de ene kant wel dicht bij huis met winkels. Aan de andere kant enorme online ontwikkelingen. Ik denk over 25 jaar hoop ik dat er een heleboel mensen eigenlijk ergens ter wereld in een heel mooi eco-omgeving, waar we bewust zijn van ons klimaat, van ons groen, kunnen gaan wonen en werken waar ze willen. Ook als, en ik zag een mooie vraag, hè, wat doen we nou eigenlijk met de mensen die geen baan hebben? En wellicht is het eigenlijk wel over 25 jaar heel normaal dat je bedenkt, ik woon wel hier in dit dorp of ik woon in Rotterdam, maar waarom woon ik niet eigenlijk ergens anders? En ga ik daar naartoe en ga ik daar werken? Ik denk over 25 jaar dat onze technologie dat mogelijk maakt. 1, om technologisch heel makkelijk te kunnen werken, ook uitvoerend overal ter wereld, maar ook praktisch. En ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn die meerdere rollen tegelijkertijd gaan invullen. Vanuit zelfstandigheid, vanuit entrepreneurship of intrapreneurship. Hartstikke fijn. We gaan naar de groep, maar daarvoor wil ik nog even van jullie in 1 of 2 woorden horen, hè, dus niet in een lang verhaal. Helene die heeft de hand al opgestoken. We zien dat we een idee hebben over de uitdagingen. We hebben in het hoofdstuk geprobeerd wat oplossingen te doen. Gaan we die oplossingen invoeren? In 2040 hebben we dit dan opgelost. En dan gewoon even, Helene, jij mag beginnen, want je had je hand al opgestoken, dus. Nee, ik ga even heel kort even, want dat reageer ik ook in de chat. Ik heb een link naar het voorstel van Bas Jacobs in de chat gezet. En ik vind het voor iedereen de moeite waard om het te lezen. En iedereen Zeker. Moet het werkelijk nu tijdens de inhoudelijke fase van de formatie, moet dit echt de politici gaan bellen en zeggen, dit moeten jullie gaan invoeren. Heel goed. Nou, dan slaan we die vraag over. Dan vraag ik iedereen weer om de audio en video aan te zetten, zodat we bij elkaar komen. En dan ga ik Ben van Dongen vragen of die ga ik panelist maken, want die had 2 vragen. Dat is natuurlijk al hartstikke fijn. Ben, dus jij bent nu, ga je door de virtuele ruimte, kom je bij ons als het goed is? Ja, daar is Ben. Ben, we horen en zien jou nog niet. Ja. Dat kwam door mijn reis door de virtuele ruimte. Ja. Ongelooflijk, maar je bent er. Ben, welke vraag vind je het belangrijkst? Want ik wil er een paar pakken, maar pak de vraag die je het belangrijkste vindt en leg hem in de groep. En Jan en John, komen jullie er ook weer bij? Nou, ik had nog een heleboel vragen. Die gingen over zinloos werk bijvoorbeeld. Ik vond het mooiste van Melek over het protocoleren van mensen, of het in eigenlijk ander woord in hokjes duwen, zeg ik dan maar even simpel als Nederlandse boer. Maar in die hokjes duwen, wat ik zie is dat recruiters, die komen dan met wat ze allemaal gevonden hebben in LinkedIn, en dan denk ik, dan gaan we een AI inzetten om mensen nog meer in hokjes te duwen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Melek? Misschien zie ik het verkeerd, maar... Wat is het gevaar? Wat zie je dan gebeuren? Nog even de verduidelijking op de vraag. Nou, dat als iemand de verkeerde woorden in zijn... Precies. Dan haalt de kunstmatige intelligentie haalt hem er niet uit, zeg maar. Nee, maar dat is precies wat ik bedoel met alle systemen hebben op een bepaalde manier gewoon kunnen dus uitsluiting veroorzaken. En of je ooit helemaal kunt voorkomen dat je toch getalenteerde mensen uitsluit, in welk systeem dan ook, dat weet ik niet. Maar ik hoorde laatst een bedrijf die had gezegd, weet je, het boeit eigenlijk niet wat je voor opleiding en ervaring hebt.
We willen gewoon weten wat je motivatie is. Wat ga je hier bij ons toevoegen? Kom dat maar vertellen. En we hebben van zo laat tot zo laat inloop. Teken er maar op in. We vragen je niet een ingewikkelde brief te schrijven. Geen cv. Kom gewoon jezelf maar eens presenteren. Ja, en dat is ook een hele ludieke manier van mensen leren kennen. Want kijk, in die 21 jaar dat ik voor mezelf, en als ik nog die uitzendtijd erbij trek, denk ik inmiddels zo'n kleine 30 jaar dat ik bezig ben op die arbeidsmarkt, is één ding duidelijk voor mij. Het zit hem heel erg ook op toevalligheden. Hè? Toevalligheden in de zin, heb je net toevallig de juiste persoon die naar jouw brief of cv kijkt, die zich herkent in jou, dat speelt. Maar ook dat het een heel subjectief gegeven is. Hè? Dus dat selectieprocessen best wel heel subjectief zijn. En daar kun je wel iets aan doen om dat wat te objectiveren, maar het blijft een ingewikkeld ding. En inderdaad, als je kijkt naar algoritmes en hoe dan ook getarget wordt op LinkedIn, heb je daar dat probleem natuurlijk ook. Daarom ben ik er zelf een voorstander van, ga uit je comfortzone. Ik zeg ook tegen mijn opdrachtgevers altijd, oké, jullie hebben bedacht, dit moet ongeveer het profiel zijn, maar ik ga jullie toch teasen. Ik wil 1 of 2 wildcards ook bij jullie presenteren, waar jullie helemaal niet over nagedacht hebben, maar die om verschillende redenen interessant kunnen zijn. Dus op die manier toch meer gezicht geven aan mensen, en mensen dus ook de kans geven om zichzelf te presenteren, dat is nog wel een vraagstuk. Maar ik denk dat daar wel interessant, een aantal interessante ontwikkelingen, experimenten gaande zijn op dit moment, ook in Nederland. Dankjewel. Melk, dankjewel. Ben, ik breng jou terug naar het publiek. Even kijken. Tot ziens. We lopen een beetje uit de tijd, dus ik wilde graag Marcello Palazzi vragen of die ook even panelist wil worden, want die heeft het over een nieuw model B Corps. Daar heeft hij wat over gezegd en ik zou het leuk vinden als hij daar even iets over zegt voordat we gaan afsluiten. En alle andere vragen die pakken we natuurlijk naar de hand op. En je kunt ons altijd bereiken. Marcello. Ja, dank u wel. Heel interessant. Er is een beweging, die heet de B Corps, of Benefit Corporations, in Amerika, maar ook in tactic landen. Ik heb het zelf vanuit Amsterdam voor Europa begonnen, 6 jaar geleden. Het is een model. Het is een hoge standaard en je moet alles meten en alles doen. Diversiteit, inclusiviteit, good governance. En ik denk dat het is één model, van, er zijn ook andere, maar er is wel heel veel draagvlak nu. We hebben ook in 8 landen een nieuwe wet gepasseerd, die heet de Benefit Corporation. In Frankrijk het is Entreprise en Mission. En er zijn meer en meer landen, Australië, Portugal, Argentina, die willen de wet ook passeren. En dit is echt een model voor bedrijven, organisatie, die echt te strijven naar een nieuwe paradigma. Het gaat over duurzaamheid, regeneration, good governance, inclusivity, bla bla bla. En het is echt voor iedereen om te kijken. Hè? En het is bcorporation.net. En als meer discussies komen, kan zeker veel meer aan jullie vertellen. Bedankt. Dankjewel. We beloven altijd dat we netjes op tijd blijven. Dat betekent ook dat ik nu de panelisten Melek, Eline en Helene enorm ga bedanken en wil vragen of ze weer hun audio-video willen uitzetten, zodat we kunnen afsluiten. We hebben niet alle vragen kunnen beantwoorden. Die slaan we wel op. En zoals gezegd, voelt je vrij om contact op te nemen. En dan zou ik graag als de uitsmijter, natuurlijk zoals beloofd in het begin, Mickey, Joan en Jan willen vragen of zij kort willen samenvatten en afsluiten. Ik wil in ieder geval iedereen zelf heel hartelijk bedanken en het wordt vast opgevolgd. Ja, zal ik starten? Ja, samenvatten. Er is natuurlijk ontzettend veel gezegd, maar wat ik in ieder geval wel heb gemerkt en gehoord is vernieuwing, innovatie. Veel meer uit die comfortzone stappen om meer lef, moed te tonen als organisaties om echt de I van innovatie, maar ook de I van inclusie
en interconnectie met elkaar op te pakken. Want het is nodig. Daar ligt gewoon heel veel behoefte is daar naar. En tegelijkertijd ook de IVAN elkaar informeren over wat er dus nog meer is, wat we niet altijd van elkaar weten. En daarom is het denk ik ook wel van belang om dit soort sessies met regelmaat ook random organisaties bij elkaar te vragen, uit te nodigen, om dit gesprek wel met elkaar voor te zetten. Talentontwikkeling, development van organisaties, van ons maatschappelijke middenveld en van de arbeidsmarkt is heel hard nodig. Dus ik wil hierbij in elk geval dank zeggen aan iedereen voor deze bijdrage. Joan, dankjewel. Daar sluit ik natuurlijk helemaal bij aan. Misschien nog een kleine aanvulling. Wij hebben met een groepje mensen een aantal ideeën verzonnen. En wat ik het mooie vind van zo'n sessie als die we nu hebben, dat er ook betere ideeën zijn of dat je ideeën soms moet aanscherpen. En dat is eigenlijk precies wat wij ook hebben beoogd, eigenlijk om de discussie op gang te brengen met elkaar. Daarom hebben we ook deze sessie georganiseerd. En ik wil eigenlijk iedereen oproepen die zelf ideeën heeft, die heeft geluisterd, die mee wil helpen of die denkt van ja, het is leuk om een wat grotere beweging in gang te zetten, om die bij ons te melden. En dan, eigenlijk wat Mickey helemaal aan het begin zei, en de laatste woorden zijn straks voor jou natuurlijk, Mickey, maar je had de vergelijking met de locomotiefjes. En zo zien wij onszelf. En als deze sessie ertoe leidt dat er nog meer locomotiefjes bij komen, dan is deze sessie voor mij heel geslaagd. Dankjewel. Laatste woord voor jou, Mickey. Nou, dat is keurig op tijd. Allereerst een woord van dank aan onze coördinator, die zijn voortreffelijke technologische en geestelijke gaven heeft gedemonstreerd. Dat zou mij niet gelukt zijn. Dank aan iedereen die hier heeft willen participeren, want daar hebben we behoefte aan. Als ik een thema als conclusie, dan kom ik terug op de menselijke maat. Ik zie in al die verhalen de behoefte aan een menselijke maat, niet alleen op individueel, maar ook op collectief niveau. Want in feite wat er gebeurd is, we hebben dankzij de industriële revolutie hebben we allerlei systemen ontwikkeld en daar zijn we totaal in doorgeschoten, de hele overheid functioneert op dit moment op organisatiemodellen die hoge mate door de industriële revolutie zijn bepaald, terwijl we al lang de emotionele revolutie hebben. En ik wil eindigen met een oproep. Dat is namelijk een van de dingen die publieke zaken ook jaarlijks doet. Dat is een constructieve rebel award uitdelen. En wat ik hoop dat allen die hier hebben deelgenomen op dit terrein constructieve rebel willen worden. Dat wil zeggen rebels, niet altijd binnen lijntjes kleuren, durven vragen te stellen, is dit wel verstandig, zullen we dat doen? En met suggesties komen. En dat doen vanuit een constructief perspectief van het algemeen belang. Dus dat is de oproep, constructieve locomotiefjes. Dus dank. Beste mensen, dat was het dan. Hartelijk dank. Heel veel sterkte en succes in de rest van deze regenachtige, filevormende dag. En tot de volgende keer. Dag! Dag, dag.